Lieve mensen, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video hier op Quinka. Jongens, ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Ik ben weer ziek. Tenminste, weer ziek. Ik ben grieperig. Ik voel me echt niet lekker. Ik ben echt, ja, ik voel me gewoon niet lekker. Ik heb een beetje last van mijn keel. Gewoon dat zieke gevoel, weet je wel, heb ik weer last van. Dus deze vlog is wat korter dan dat jullie gewend zijn. Denk ik sowieso al een heel stuk korter. Want ik heb namelijk al wat opgenomen, althans Leon heeft wat van mij opgenomen. Die zat bij mij in de bus gisteren. En die heeft wat beelden opgenomen op de 196. Dus die ga ik in deze vlog knippen. Ik vind wel dat als ik ziek ben, dat ik alsnog gewoon moet doorhebben. Ik ga gewoon door, ik geef niet op, ik stop niet. En ik ga proberen zo snel mogelijk voor jullie die vlog online te krijgen. Die is voor aanstaande woensdag. Het is nu maandag 5 februari en deze video is opgenomen op 4 februari. Althans de beelden die jullie nu gaan zien. En ik zie jullie bij de volgende vlog weer. En ja jongens, ik ben snel weer beter. Er komen als goed is leuke dingen aan. Carnaval komt eraan en ik ga als goed in een ander gebied rijden. Alleen is het nog niet helemaal duidelijk waar. Want eerst zou ik in de bos rijden, toen niet en nu in Breda. En ik weet het allemaal niet. Maar dat zie ik vanzelf wel. En jongens, ik spreek jullie bij de volgende video weer. En wellicht misschien nog even aan het einde heel kort via de podcast. Ja, dames en heren, tot de volgende video. Later, veel kijkplezier. Geniet van de 196 als passagier. Lieve mensen, aangezien ik ziek ben en we deze keer helaas geen podcast, maar wel gewoon lekker audio en lekker genieten. Dus ik zou zeggen, ga lekker zitten, pak chipjes of cola of wat je ook wil. En geniet van deze video met echt pure audio en echt als passagier mee. Ik heb de leukste stukjes voor jullie erin gelaten. Bedankt in ieder geval allemaal jongens en tot de volgende.
lieve mensen, leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Excuses voor deze korte, althans kort, het valt best wel mee, het is best wel lang eigenlijk. Maar deze vlog waar eigenlijk alleen maar een rit in zit. Normaal gezien maak ik andere vlogs, maar die komen nog. Ik ga ook in Breda rijden, wordt super tof. Ik zou zeggen, hou mijn content in de gaten. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog weer. Bedankt allemaal voor het kijken en tot snel. Later!